Hi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Let's Champ. En oh my god, dat is echt al zo lang geleden dat ik dit heb opgenomen, holy shit. En dat komt natuurlijk omdat we op zaterdag een andere serie hebben nu. En dat is namelijk Starzone Legacy. Heel leuk, maar daar zijn we nog wel even zoet mee op de zaterdag. Dus vandaar, ik denk van, ik wil heel graag bij paarden die ik nu level 14 heb. En ik moet zeggen, het zijn er maar twee hoor. Ik train echt heel weinig de laatste tijd. Maar oké, ik probeer het een beetje op peil te houden. Ik heb nu Illusion. Ga ik nu level 15 krijgen door middel van één raceje. En hierna heb ik Domino nog. En die heb ik nu net eigenlijk ook tot eind level 14 getraind. Dus ja, daar gaat waarschijnlijk binnenkort ook een Let's Champ van online komen. Ja, het is echt al een hele tijd geleden. Maar goed, zoals ik al zei, dat komt natuurlijk door de andere serie op zaterdag. En ik moet zelf nog even bedenken wanneer deze video dan online komt. Ik zit te denken aan of donderdag of... Oh wacht, ik kan trouwens ook al maandags online laten komen. Misschien is dat leuk, want dan heb je maandags een video en dan woensdags een video. En even kijken, en zaterdags een video, want anders zeg maar... Ik zat te twijfelen eigenlijk tussen zondag of donderdag. Maar ja, dan heb je de dag ervoor allebei al een keer video online gezet. Dus ik denk dat ik het dan gewoon op maandag online gooi. Ik moet het toch opnemen op een andere dag. Want maandags kan ik niet een video opnemen. Het is nu dinsdag bedoel ik. Dan kan ik wel een video opnemen. Ja, ik denk dat maandag eigenlijk wel een goede dag is. Weet je, jullie zien vanzelf wel welke dag precies online komt. Ik weet het nog niet. Dat bepaal ik later wel even. Maar ja, ik ben hier natuurlijk omdat de Jorvikstal Champ straks begint. Even nog 50 XP erbij gooien en dan is die level 15. Let's go. En ja, dus eindelijk heb ik Illusion uitgetraind. Dat duurde echt heel lang. Ik moet zeggen, ik heb hem ook al heel lang staan hoor, op level 14 zover. Ik heb hem wel echt al heel lang zo staan. Het was eigenlijk meer omdat ik gewoon geen idee had wanneer ik deze video's... dan online zou moeten gaan gooien, aangezien, ja, ik doe twee video's in de week. Maar ja, goed, het is ook straks december. En, oh, ik wou bijna nog een race gaan doen, omdat het gewoon automatisme is. Oké, zoals je ziet, nog 10 minuten voor Jorvik Champ. We zijn mooi op tijd. Maar wat ik wou zeggen, is van, omdat het december wordt en heel veel mensen doen dan ook extra video's online. Nou, ik ga waarschijnlijk niet regelmatig meer video's online komen, even gooien, maar... ik kan wel bijvoorbeeld die Let's Champ zoals nu gewoon online laten komen in december. Gewoon extra. Stel ik wil nog een ander soort video dan een challenge of zo. Dat ik dat ineens bedenk. Ja, dan laat ik die ook gewoon online komen. Want ja, december is een beetje zo'n maand waarin iedereen een beetje meer online zet. En waarin ook iedereen een beetje meer leuke dingen doet. En liever leuke video's kijkt. Zo, dat soort dingen. Vlogmails en al dat soort dingen bij YouTubers. Ik ga dus niet elke dag iets online gooien, want dat is echt te veel werk. Ook al heb ik het niet eens echt super druk in het echt. Maar dat ga ik gewoon alsnog niet redden. Dus dat ga ik ook niet doen. Oh, hallo Riley, ik ben fan. Nou, dat is echt lief. Maar goed, ik ga eventjes wachten, want het duurt echt nog super lang. Nog 9 minuten tot de champ begint. Dus ik zie jullie straks. Oké, wij gaan beginnen. We zijn met een heel kleine groepje. Maar het is ook dinsdag om 12 uur, dus er zijn niet heel veel mensen die nu denken van laat ik een jab gaan doen. Dus ik heb nu meer kans om te winnen in ieder geval. Dat vind ik wel fijn op zich. But hey, let's go. Ik vind het trouwens best wel grappig. Ik ben namelijk vandaag een beetje mijn eigen oude video's aan terug gaan kijken. En het is echt grappig hoe mijn kwaliteit best wel naar boven is gegaan voor video's. Ik ben er wel trots op. Ik heb natuurlijk ook een hele nieuwe computer gekregen in de tussentijd. En toen op het begin nam ik natuurlijk op met mijn oude laptopje. En mijn... Oh nee, ik ga dood. Oh nee, toch niet. en mijn oortjes, weet je wel, als microfoon. En ja, ik vind het toch wel grappig hoe veel beter mijn kwaliteit is geworden. Ik bedoel, ik had echt super erge lag altijd op mijn laptop. Vooral als ik aan het opnemen was. Als ik niet aan het opnemen was, dan eigenlijk minder. Maar ja, ik hoop trouwens dat straks met de winterupdate er weinig tot geen problemen ontstaan. Omdat het zo druk wordt waarschijnlijk. Ik hoop het echt heel erg. Maar ja, weet je, gaan we nooit weten. Dat gaan we nooit weten. We gaan het zien. Maar ik ben echt in ieder geval blij dat ik gewoon op deze computer gewoon... niet eens merken dat ik aan het opnemen ben als ik aan het spelen ben nu. Echt, ik kan het, mijn computer, mijn scherm loopt net zo smooth als dat ik niet opneem, zeg maar. Dus dat is echt ideaal. Ja,
En mijn geluid is toch ook wel iets beter geworden. Ik heb namelijk een headset natuurlijk. En toen nam ik letterlijk op met, bij mijn oortjes. Dus het is wel wat beter geworden. I like. Ik weet niet hoe ver die mensen achter staan, maar best wel ver volgens mij. Dus als ik faal, is het ook niet gelijk dat ik laatste sta of zo. Het gaat tot nu toe vrijwel goed eigenlijk. Ja. Ja, wat heb ik er nog weer over te zeggen? Ik sta eerst en meer niet. Hoppatee. Nou moet ik zeggen, ik heb natuurlijk wat ik net ook al zei, geluk omdat er niet heel veel mensen online zijn. Maar goed, ik haat deze jump zo erg. Ik kan hem nooit zonder dat ik er tegenaan knal krijgen. In ieder geval heel weinig. Niet vaak. Weet je, boeien. We gaan er gewoon even lekker langs heen, want we zijn toch eerst. Ik zie de hele mensen helemaal niet meer op mijn kaart. Zie je dat? Ik zie helemaal niemand meer op mijn kaart. Hoe ver zijn hun weg? Hoe zouden we denken? Hoezo zijn ze zo snel? What the fuck? Oké, klik ja. Hoe lang duurt het voordat iemand straks komt? What the fuck? Ik kom ondertussen gewoon even mijn lintje claimen en zo. Let trouwens niet op mijn Messi. Kijk, daar zijn ze pas. Wat de hel. Let niet op mijn Messi inventory. Want ik ben in Dino Vallei bij wezen hakken zoals je ziet. En dat doe ik eigenlijk alleen maar om deze dingen. Zodat ik dit kan inleveren. En ja, dit hak ik ook wel gewoon. Want die kan je ook opnieuw inleveren volgens mij bij die gasten in Vergrove. Maar alles terzijde, wij zijn de eerste geworden met Illusion en ik ben daar blij mee. Ja, dit lintje past totaal niet bij onze outfit, maar dat terzijde. Ik ben wel blij dat, dat het gelukt is, dat wij lekker eerst zijn geworden. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je mijn video's leuk vindt. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!